Dames en heren, welkom terug bij GamersNetGear, waar wij elke week alle nieuwe tech gadgets gear, alles voor de gamer behandelen. En deze keer betreft het de SteelSeries Rival 100, de muis die we weggeven op GamersNet.nl, Facebook, Twitter, YouTube, u weet het allemaal. Peter heeft hem onder handen gehad en die wou hem eigenlijk niet weggeven, want het is een baby. Ik wist het serieus ook niet. Jij belde mij later op en zei je moet hem weggeven. Ik heb iets van 3 keer gezegd van, Peet, tuurlijk mag je deze review, maar vergeet niet dat hij op een gegeven moment wel weggegeven moet worden. Nou, en toen deed hij, moet hij weggegeven? Echt? Serieus? Heb je me dat ooit verteld? Nee, toch? Nee. Ik heb besloten dat niet te horen, want het, was het is mijn muis. Ja, maar even kort. Je krijgt gewoon echt een tweede handje als je deze wint. Hij is echt behoorlijk fanatiek gebruikt. Wat, kun je deze vlek even verklaren? Ja. Nee. Oké, dit model gaan we dus weggeven, maar je wou hem niet weggeven, want het is kijk, Tom heeft zich verdiept in de specs en de specs maken dit een mediocre muis. Nee, niet zozeer. Het is een muisje voor 40 euro van SteelSeries. Dat zijn eigenlijk altijd de degelijke Deense gamerproducten geweest. Het is een beetje een medium range muis, maar het is niet dat het dat meteen zou zeggen van nou, het is skeer of zo. Nee, maar ik hou niet zo van muis. Tenminste, ik vind het wel leuk om even te gebruiken, maar muis met heel veel knoppen en heel veel features. Ik vind dat een beetje onzin, want ik gebruik ze niet. Nee. En deze muis heeft echt heel weinig extra knoppen. Het is ook een muis van 40 euro. Muis 40 euro, 6 knoppen geloof ik in totaal. Dus ja, dat is inderdaad niet heel veel. Ik had gewoon, ik gebruikte hem heel veel Battlefront natuurlijk. Dus ik had gewoon 2 knoppen voor mijn 2 extra features. Mijn jetpack en mijn granaatje. Oh, slim. En verder, hij ligt fantastisch in de hand. En dat is het hem eigenlijk. Ja, we kunnen er heel lang over praten. Over de features en over DPI en zo. Dat kunnen we allemaal wel doen. Maar hij ligt gewoon zo lekker in de hand. Het is wel gemaakt voor de rechtshandigen sowieso. Maar ja, het is een ergonomisch design wat heel basis is. Maar ja, daardoor kan het niet fout gaan ook. Ja, maar toch. Ik heb best wel veel muizen getest de laatste tijd. En hij is sowieso optisch, hè. Mijn vorige muis was laser. Ja. En dat is al een ding. Ja, dat ligt er heel erg aan wat je ondergrond is en wat je zelf fijner vindt. Mijn bureau. Bij Peets bureau werkt een optische muis dus veel beter. Dat is hout. 1 tot en met 4000 dpi, dus dat is op zich wel aardig. En dan een optische sensor, ja, ik weet niet of alle mensen die dit kijken ingelezen erover zijn, maar er is nogal een verschil tussen de laser of de optische muis. Het een heeft zijn voordeel boven het andere, maar wat bij jou dus bij deze ontdekt is dat jij dus heel erg van de optische sensoren bent. Ja, en ik ben ook helemaal niet zo van de hoge dpi, want die zet ik altijd lager. Ja, hij gaat ook tot 4000, dus dat is niet dat je zegt van, nou zo, voor 4K schermen is dat een probleem. Ja, dat is wel een ding dus, daar hebben we het al eerder over gehad. Als jij straks overschakelt naar 3 4K schermen, dan is misschien je 4000 dpi wel aan de lage hand. Maar voor 40 euro krijg je wel een muis die gewoon heel goed zijn werk kan doen. En helemaal aanpasbaar is met de SteelSeries, hoe heet het, de programma? SteelSeries Engine 3. De SteelSeries Engine. Je kan gewoon alle de lichtjes kun je gewoon lekker aanpassen naar hoe je wil. Je kan ze laten verlopen, je kan ze laten pulsen. Nou, ik moet wel zeggen, ik ben bekend met de SteelSeries Engine 3. En ik vind, de ledjes die erin zitten kunnen, weet je wel, 16,4 miljoen kleuren. Best veel. Maar ik vind dat die SteelSeries Engine is wat minder aanpasbaar dan bijvoorbeeld de Razer Chroma Workshop of zo. Dat is dan wel weer jammer, maar op zich, als jij een kleurtje... Ik wil gewoon blauw. Precies, als je gewoon een kleurtje wil en je wil dat het pulseert, niet dat er een regenboog van wordt gemaakt, dan is die SteelSeries Engine gewoon goed. En ja, weet je, het is simpel. Ze hebben hem ook nog in verschillende kleurtjes. En ja, het is voor 40 euro heb je wel gewoon echt een heel prima ding. Ja, en ik ga hem kopen ook. Je gaat hem gewoon kopen? Ja, ik wil hem hebben. Dus deze moet weg. Ik koop gewoon een. Nou, weet je, je kunt jezelf ook 40 euro besparen door mee te doen op gamersnet.nl of YouTube of Twitter, Facebook, you name it. Om dit ding gewoon te winnen. Maar ik mag niet meedoen. Oh ja. Dat zijn de regels die ik zelf heb bedacht. Ja, dat... Nou zou je toch als een soort Game of Thrones baas zou je toch even moeten zorgen dat jij gewoon dan wint. Maar, ik zag wel al mensen die meededen om het mij terug te geven. Dat vind ik wel heel lief. Het was een pleidooi van alsjeblieft laat hem nou houden. Nee, ik ben weggeven van Tom, die tiran. De specs, dat weten we allemaal. Voor mij is dit de perfecte muis. Hij heeft alle features die ik wil, namelijk niet te veel, ligt perfect in de hand. Optisch vind ik heel prettig en ik vind de lampjes leuk. Dus dat is voor mij alles wat ik nodig heb in een muis. En zeker voor een degelijke prijs van 40 euro kan ik deze muis aan iedereen aanraden. En voor de volledige specificaties en alles aan gerammel van waarom en hoe en wat en welke nummertjes, de geschreven review. Die komt binnenkort aan op gamersnet.nl. En kun je winnen? Dat ook nog. Dat is... joh.